benieuwd. Waar wil jij bevrijd van worden? Waar wil ik bevrijd van? Van... Ja, misschien wel de dagelijkse druk die je voelt, terwijl je eigenlijk helemaal geen druk hoeft te voelen. Van zijn vriendin. Ja? Waarom? jij ook, of niet? Jij ook, of niet? Het is wel leuk, hoor. Af en toe van mijn vriendje Elmo. Laat hem het niet horen. Is hij Elmo? Ja, Elmo, ja. Oh, geweldig. Maar niet lachen, hè? Wanneer voel jij je vrij? Op momenten zoals deze. Met een wijntje in mijn hand. Mooie mensen om me heen. Ja. Nice, toch? Zo, op een bevrijdingsdag. En waarom dan? Omdat wij bier kunnen drinken. Ja. Oh ja, jullie hebben lekker biertje in hand, zie ik. Ja. Zo, boah. Als je zonder zorgen wakker wordt en denkt van ja, ik heb gewoon zin in de dag. Ik heb weinig te doen. Dat is het beste, dat je de hele dag in je badjas kan zitten. En badjas, goeie. Badjas is echt het allerbeste. Dat, als je dat de hele dag vol kan houden, dan heb je een vrije dag. En ja, geen stress, dat is perfect. Wie wil jij graag bevrijden? Ik denk dat Klaas Dijkhoff er ook heel goed uitziet in een badjas. Dus ik raad hem ook zeker een wekelijkse badjasdag aan. Wie zou ik willen bevrijden? Wauw, wat een moeilijke vraag, joh. Ja, ik doe ook maar mijn best. Waar wil jij iemand van bevrijden? Waar wil jij jezelf van bevrijden? Ik weet niet eens. Ja, dat is dat doe ik. Waar wil jij nou jezelf van bevrijden? En wie willen jullie bevrijden? Ja. Alles met potentie. Alles met potentie. Maar oudje of watje? Nou, dan gaan we zuiveren. Oké, veel plezier. Ja, zeker weten, ja.